kijkers van DJ Ali, welkom bij No Limit 2 aflevering 12. We zitten al in de map dit keer. En we zien de achtbaan hier op de achtergrond weg. Hier komt er nog eentje. We gaan met 3 achtbaan een bus rijden in deze aflevering. Dus misschien even hier een lampje aan. Even kijken hoe het de cam nu uitkomt. Wauw, maar goed. We gaan met 3 achtbaan dus rijden. Flashback, Flying Dutchman en Go to Ride 3. Go to Ride 3. We gaan natuurlijk beginnen met Flashback. Ik ben benieuwd of we echt wel letterlijk terug worden gespoeld met een Flashback gaan krijgen. Ik ben gewoon benieuwd voor Flashback. En daar gaan we, dames en heren, Flashback. Jullie zien nu eens voor dit keer zeg maar mijn gezicht erbij. In No Limit Sam. En ik ga het geluid van mijn headset wat straks zetten. Er zit zo'n apart regelaartje op, dus ik kan nooit voor alles zetten. Flashback. We zitten met beugels, dus ik ga ervan uit dat wij loopings krijgen. Maar... ja, ik zie inderdaad wel dingen. Dit is een heel raar argumentje. Ik vind dit eigenlijk een raar argument, zie ik. Raar. Ja, oké, het zal wel zijn. Het zal wel zo zijn. Flashback. Ik ben benieuwd. De eerste keer met DX Story wordt No Limit gerecord. En ik wil nog even wat zeggen, dames en heren, want op 17 oktober, dat duurt nog een hele tijd, maar op die dag bestaat het niet. Kanaal, ja, het kanaal zelf bestaat eigenlijk op 4 september officieel al 4 jaar. Maar zeg maar sinds onze start, sinds mijn nieuwe start, bestaat het dan officieel een jaar. En ja, zijn we dan een jaar bezig. Dan die dag een jaar geleden hebben wij nu, hebben we Lord Disneycraft voor de eerste keer geüpload. En het is zeg maar ja, hetzelfde verhaaltje. Oh, wat? Oké, minpunten, want je gaat gewoon door de trap. Ja, dat is niet goed. Je gaat door de trap. Ofzo. Ja, oké, what the fuck. Je gaat gewoon door de trap. Ja, dat mag niet. Wacht ook gewoon niet. Lekker. Ja, ja. Soepelbaantje. Ja, voor de rest niks te zien, maar een kleine foutje vind ik jammer. En ik vind het wel een raar layout. We zijn aangekomen. Oké, we zijn aangekomen. We vliegen er nog heel erg snel doorheen. Ik vind het echt raar. Ik vind het gewoon een rare layout. Kijk, het staat allemaal op elkaar. Ik weet niet, ik snap het niet. Maar ik ga even kijken, want wie weet wint deze achtbaan. En de thumbnails worden nu altijd zo anders. Dus ik ga iedere thumbnail anders maken. En dan wordt dat een van de coasters die jullie in de thumbnail gezien krijgen. Nou, ik weet het niet over deze achtbaan, maar... laten we verder gaan naar achtbaan 2 van deze aflevering. En dat is de Flying Dutchman. Flying Dutchman. Ik denk onmiddellijk aan de Vliegende Hollander, maar ik denk niet dat hem dat zal zijn. Nee. Want we zitten ook... oh my god, we liggen gewoon. Jongens, dit is eng. Dit is fucking eng. We liggen. Wow, dit is wel echt... oké, het gevoel, het is een apart... we liggen zeg maar zo. We gaan niet bewegen. We gaan zo blijven liggen. What? Je ligt echt op je rug. Even kijken. Kijk, dit is toch ook realiteit, jongens. Kijk die wielen dan. Afsluiting en het draaien en... ja. Oké, we liggen. Voor de motor open en recht. Shit, jongens. Dit wordt echt iets. Oh, shit. Oh, shit. Wat doen we? Wat doen we? Oh. Oh my god. Oh, we hangen naar de grond. Oh shit. Oh shit. Oh. What the fuck? What? What the fuck is dit, jongens? Dit is een heel apart gevoel. Oh my god. Looping. What? Jongen, toch. Bestaat het in het echt ook of zo? Dat je echt ligt? Nee, joh, dat kan toch niet? Ja. Oh. Welke schroefjes. Oh, jongen, dit is echt zo eng. Want je weet niet eens wat je doet. Je weet niet welke kant je op gaat. Oh, joh. Ik zie een keer de ondersteuning onder mij komen en shit. We hangen heel lang bij de grond. Heb ik nu de indruk? Kunnen we niet voor ons kijken? We zijn aangekomen. Ja, we komen aan met de zon. Dit is echt zo raar, jongen. Je hangt echt. Gewoon, hoezo willen we niet vooruit gaan? Oh, dat is niet met 2, dat is met Z.
We dachten dat was... Waar zijn die kaartjes? Kijk dan, je ligt. We hebben hier net ingelegen. Dat staat eigenlijk op de voorkant van die trein geschreven. Daar stond iets op geschreven. Ik weet niet of jullie het ook hebben gezien, maar ik heb het gezien. Vekoma. Vekoma, dat is een bedrijf die achtbandjes maakt ook. Kijk. Kom ik zo bereikt. En dan gaan... Zijn dat de beugels? Er zit nog een... Oh, er zit nog een riem in. Ah, maar die riem gaat natuurlijk niet open. Ja, het kan ook niet alles zijn, maar de layout is ook beperkt. Maar toch, fucking raar om in zo'n armband te zitten. Kijk, daar gaat hij in de looping. Dit is echt een raar effect. Maar toch, heel erg leuk armband. Op naar de laatste en het is een No Limits werkbaan. Goat to Ride 3. En dit is een snakelaar armband, moet ik zeggen. Veel sneller dan de rest. Zen. Oké, okay, wat is dit? Oké, okay, wat is dit? Even serieus. Oké, okay, volgens mij is het niet eens een armband die af is. Nee jongen, dit is niet eens een armband die af is. We kunnen niet eens op E drukken om aan een kaartje te gaan. Kunnen we daar ook niet in? Jongens, deze armband is niet eens af. Hoe kunnen we dit beoordelen? Nou niet. Oké. Okay. Jongens, we gaan even een andere oplossing regelen. Ik ga... deze overslaan en ik ga de eerste die ik hier vrij zie staan, dat is Silverstar. Wow. Silverstar ga ik inladen. Ik ga even blijven praten. We gaan hem inladen en hij telt dus mee voor deze aflevering. Normaal zou dit van aflevering 21 hebben geteld, maar omdat die allemaal niet werkt, gaan we nu Silverstar doen. Ik ben benieuwd, we zullen zo wel zien. En als ik de naam Silverstar hoor, denk ik aan onmiddellijk aan Europa Park, want er staat ook een attractie die Silverstar heet. En ik... Ja, dames en heren, wij hebben hier wel degelijk te maken op het eerst... Ja jongens, dit kan toch niet. Het is gewoon Silverstar uit Europa Park. Niet te geloven dat wij dit voorgeschot krijgen op No Limits. Silverstar, 75 meter hoogst in werkelijkheid. En ik wil de snelheid zien. Kan dat? F2 was? Oh shit. Oké, ik ga het laten. Silverstar. We zijn bijna boven. Ik ben echt benieuwd hoe snel dat dit ding gaat, jongen. Ik ben echt zo op mijn stoel. Ik kraak de rest. Prima. Ik krijg binnenkort als een. Ik ga sowieso nieuw boven. Oh snap. Ah, dit is hoog. Hoppa kaas. En we maken een bochtje. Houden de speed erin, gaat er een klein beetje uit de waar. We maken weer een stijle drop. En wat versnelling of rammetjes erin. En we gaan weer een bochtje maken naar de buitenkant en de binnenkant van de baan worden getrokken. Al die ondersteuning komt in blut uit. Door wat versnelling of rammetjes. Ik weet niet wat precies zijn, maar hier komt nu wel een stuk. Ramen. Dat heb ik zo goed dicht slaan. We maken een grotere spiraal, al onze weer een punt uit. Waar belast altijd op die grond. Maar die grond is heel stevig. Denk ik. Langs de ondersteuning palen, rechts door tussen de zigzag onder de ondersteuning, onder de toetakeling door. Remmen, schieten we in de remmen van Silverstar, dames en heren. Een schitterend uitgewerkte achtbaan. Een schitterende achtbaan, moet ik zeggen. Echt waar, een schitterende achtbaan. We moeten nog een stukje vliegen om hem helemaal erop te krijgen. Hij is ver uit ingebouwd, maar dat is in werkelijkheid ook zo. Ik heb hem nog nooit echt naar funs. Jullie kennen hem wel als mijn designer, moet ik het even zeggen. Is wel er eens een keertje geweest en hij heeft het op video gezet. Van buitenaf, niet de on-ride. Maar, dat we dit in de limits mogen meemaken, jongens. Het station is wel niet helemaal zoals het hoort, maar toch. Zeker de moeite waard. Silverstar. Check dit dan, jongens. Dit is gewoon echt een super coole achtbaan. Maar dit was de aflevering alweer. Inclusief Silverstar. En we dus eigenlijk het voor 4 maanden. We laten die Goat Ride wegvallen. Dan valt op 1 voor mij, zonder twijfel, toch die Flying Dutchman. Dit was zo'n apart gevoel.
Zo apart, nog nooit meegemaakt. Op 2 komt Silverstar en op 3 Flashback. Omdat Flashback nogal raar was en een beetje simpel. En Flying Dutchman vond ik echt super goed uitgebracht. En heel erg leuk gedaan. Naar volgende week toe gaan we naar Green Mile, Gwazi en High Octane. Ben benieuwd, dames en heren. Ik zie jullie allemaal bij een volgende video op mijn kanaal. En dat is bij een nieuwe rollercoaster. Zondag. En ja, ik moet even slikken. Ik kan daar even snel drinken, want daarna ga ik editen. Dames en heren, ik zie jullie gewoon weer terug. Later.